Yo, welkom bij Embos Reviews. Ik ben niet te laat, maar ik was op opnames in Ardennen voor een nieuw heel tof YouTube-programma. En ik werkte daar achter de schermen en ik kon niet uploaden, ik kon niet downloaden. Ik had geen 4G, ik had geen 3G. Dus dan maar vandaag. XGN en ik hebben weer het internet afgestruind om jullie het nieuwste entertainment, game nieuws, anime nieuws, alle nieuws te geven. Maar voordat we doorgaan, ga eerst even subben, liken, druk op dat belletje. Genoeg zoals je zit. Let's go! Meteen het eerste gaming nieuws van deze week, want Nintendo gaat mijn geld weer afpakken. Er komt een Switch Lite uit op 20 september. En deze Switch Lite lijkt een beetje op de Wii U van vroeger. De Switch Lite is wel echt anders, want de Joy-Cons zitten vast. Dat betekent dus ook dat je niet alle games kan spelen die je op de Switch wel kan spelen. Je kan hem dus ook niet aansluiten op je tv. Er komen wel speciale games vooruit. Ergens in november komt er ook een Pokémon game vooruit. Maar willen jullie hier meer over weten, klik dan gewoon op de description hier beneden. Dan ga je naar het artikel van XGN en die gaan jullie hier meer over vertellen. Na Castlevania en natuurlijk ook binnenkort na The Witcher komt er weer een nieuwe gaming serie uit op Netflix. En ditmaal kreeg een verrassing op de Twitter page van Cuphead, want Cuphead komt uit als serie op Netflix. Ze gaan dezelfde stijl overnemen, dus die jaren 30 cartoonstijl, die komt mee. Cuphead zit erin, Mugman zit erin en ik hoop dat de serie net zo fucking tof wordt als de game. Ik heb lopen janken en lopen schreeuwen om deze game uit te spelen. Ik ben benieuwd wat Netflix ervan gaat maken, want het verhaal gaat zich wel een beetje centreren om alles van Cuphead heen. Als we meer weten en als er trailers komen en foto's, dan gaan we jullie dit natuurlijk laten zien binnenkort. Zou die tof zijn bijvoorbeeld als je een XGN merchandise hebt bijvoorbeeld? Cameraman heeft helemaal gelijk. Ik wil gewoon XGN merchandise, dat als ik hier zit, dat je hier XGN ziet staan. Maar behalve dat staat er een hele toffe review van Stranger Things seizoen 3 op de site van XGN. Jullie weten natuurlijk hoe je die kan vinden hier onder de description bar. Klik je gewoon even XGN aan en dan kan je ook die toffe review gaan lezen. Ik kan je wel zeggen, Stranger Things seizoen 3 was fucking tof. Ik heb moeten lachen, ik vond het spannend en ik heb moeten huilen. Zonder een beetje spoiler-free te houden natuurlijk. Ga lekker die review lezen, geniet ervan. Jullie weten hem te vinden hieronder in de description balk. Er is weer eens een release date uitgelekt en niet van de minste game. The Last of Us Part 2, de cameraman en ik zijn daar namelijk fucking fan van en ik hoop dat het klopt. Deze user heeft credits, want hij heeft al eerder Death Stranding gelekt en die release date klopte ook. Hij had ook wat meer informatie, dat er namelijk 4 special editions uitkomen. De standard edition, nog 2 andere en een Uber Ellie edition. Ik hoop dat het klopt, want als het zo is, dan komt hij al uit in februari 2020. Mocht dit kloppen, mocht dit zo zijn, dan laten we jullie dit natuurlijk weten. Ik hoop het van harte, want ik moet al zo lang op deze fucking game wachten om hem uit te spelen. Cameraman wordt gek, ik word gek, de redactie bij XGN wordt gek. Dus laten we dit maar hopen dat het zo is. Jullie zien hier al de eerste beelden van de trailer van Mulan uitkomen, de live action film. Voor alle Disney fans, die moet je natuurlijk zien. Die komt uit ergens in maart 2020. Maar als je benieuwd bent naar de trailer en vooral de hele fucking trailer, want hij is super dik, klik natuurlijk even hieronder in de description. Maar je ziet hem hier al een beetje spelen. Ik ben zwaar Disney fan. Ik heb al die films vroeger gezien. En ik denk ook zeker weten dat ik deze film wil zien helemaal na deze fucking dikke trailer. Yo, dit waren weer de highlights van het nieuws van deze week. Jullie weten het, wil je meer lezen, wil je meer kijken, ga dan naar xgn.nl en je weet wat je kan vinden hieronder in de description balk. Dus tot volgende week, bedankt voor het kijken, doe de social shit, sub op alles, sub op XGN, sub op mij, thanks, later!